ho, ho. Hey allemaal, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Ricard Vonder. En ik ga nu mijn zoon zoeken, want die had zich net verstopt. Tristan! Waar bist du gebliepen? Ik hoor hem al! Waar ben je? Waar ben je? Trist! Ben je waar? Ben je hier? Damalstie! Maar, hallo. We zijn weer terug in het fantastische Nederland. En ik kan je niet precies vertellen welke datum het is, maar wat ik wel weet is dat het vandaag de... Tris, wat is vandaag? Wat komt er vandaag het land binnen? Wie komt het land binnen? Sinterklaas. En dan doen we samen een Sinterklaasliedje. Ja. En we doen... Hoe gaat hij ook alweer? Sinterklaasje, kom maar binnen. Wat we zitten allemaal even recht. Dus ja, het is dus 5 december. Oh nee! What the fuck? 18 november, 5 december is pakjesavond, dat weet ik. En daar hebben we Dilano. Dilano doet snel de deur dicht, want hij begint nu dus te lachen of te huilen. Ik denk eerder het eerste. We kunnen gewoon kijken wat hij doet. Wat doe jij hier? Oh, het ziet er naar uit dat hij gaat huilen. Vlaam, wat ben jij aan het doen, schat? Wat is er aan de hand? Vertel het eens tegen je vader. Nee. Anyways, het is vandaag ook de dag, eigenlijk langer dan een dag, dat het meer dan een jaar geleden is dat onze, mijn lieve ex-schoonvader heen is gegaan. Dan, en speciaal voor dat moment, ben ik naar een plek gegaan waar ik nooit eerder ben geweest. Loop gezellig met me mee. Ik ben op dit moment op een plek waar je gewoon liever niet wil zijn. Tenminste, waar ik liever niet wil zijn. Ik ben namelijk, ik weet niet of je het kunt zien, maar achter mij liggen er allemaal bloemen. Dus ik denk dat het je op zich wel wat zegt. Ik ben op dit moment op een crematorium. En dat is niet zonder reden. Het is vandaag namelijk 4 november. En 4 november 2016 is mijn schoonvader overleden. Wat inhoudt dat het nu dus al een jaar geleden is. En om 9:45 ochtends is mijn schoonvader een jaar geleden overleden. Dus daarom dat ik hier nu voor het eerst ben. Met een bosje bloemen. En ik kom hier gewoon eigenlijk nooit. En waarom? Ik heb niks met crematies. Of met, ja, met crematies is een beetje lullig. Zo. Volgens mij loop ik ook helemaal verkeerd. In ieder geval, bij een begraafplaats vind ik het anders. Weet je, dan weet je gewoon dat diegene daar ligt. En je weet dat hij daar in de grond is gegaan. Dus dat zijn lichaam daar is. Maar bij een crematie heb ik dat niet. Er wordt as gestrooid en dat waait weg. Dus ik heb altijd het idee dat ik nu een bosje bloemen ga neerleggen bij een wild persoon. Ja goed, dat, maar het is een jaar geleden en ja, dan vind ik het op zich minst op zijn plaats dat ik dat ga doen. Ik hoop echt dat ik zijn plek kan vinden, want het is zoals ik zei de eerste keer dat ik hier kom. Ik weet ongeveer waar ik moet zijn. En volgens mij heb ik het gevonden, denk ik. Ik weet ook eigenlijk niet zeker, maar ik zie hier... iets. Volgens mij moet ik hier gewoon ergens zijn dan. Denk ik. Ik zie hier wel een of andere pilaar. God, en er zitten er. Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen eigenlijk gewoon er niet meer zijn. Toon, Langeneuzen. Daar sta je dan tussen al die mensen. Dit is het moment dat ik de bosje bloemen hier ga neerleggen. En er liggen er echt veel, dus ja. Ik kan hem niet aan zijn bordje ophangen. En nu moet ik hem ergens neerzetten. Maar ik zie er echt overal vazen staan. Ah! Sorry dat ik hier zo praat, maar ik zie hier een vaas, dus hier kan ik hem inzetten. Maar zit er ook, kun je er ook water in doen, vraag ik me dan af. Maar ik ga deze dus ergens neerzetten en ik hoop dat ergens Toon met me meekijkt. Dat hij toch denkt van, nou ja, hij is het in ieder geval. En ik sta eventjes bij hem stil, gewoon even een moment. Zo een hechte band gehad met die man. En er is gewoon in een jaar tijd zoveel veranderd. En zoals jullie weten zijn we nu inmiddels
Alweer 4 weken geloof ik uit Spanje terug. Dit is weer de eerste vlog na mijn vakantie wat ik heb gemaakt. En het is gewoon dubbel. Weet je, er is zoveel veranderd, zoveel gebeurd. Wat jullie niet weten is dat Natalie en ik uit elkaar zijn. What? You what? Ja, dat is zo. We gaan goed met elkaar om en we hopen dat we misschien wel weer bij elkaar komen. Maar goed, ik ga daar verder niet te veel over vertellen. Het is gewoon allemaal lastig. Lastige situatie. Ik weet niet of Toon nou trots zal zijn op iedereen. Op de keuzes wat we allemaal gemaakt hebben. En of hij het ook zelfs wel hebben gedaan. Ik weet het niet. Dat is dus ook gelijk de laatste keer dat ik bij een... Ik vind het gewoon niet bijzonder zoals ik net al aangaf. Oh, Joe! Maar goed, we gaan zo weg. Dus we moeten ons klaarmaken. Ik moet toch wat voor je ex op hebben. Ah! En wat? Nou, dit deed ze normaal nooit om in een relatie. Maar je ziet, als je uiteindelijk beslist om uit elkaar te gaan, kun je dus zien God, dat man, het gewoon... Met zo'n grote voet is het nog moeilijker dan het met een kindervoet. Dat ze dat soort dingen dus in één keer wel doen. Zo, jullie zullen je ongetwijfeld afvragen waarom ik echt een ontiegelijk lange baard heb. En het is namelijk zo dat het november is en dat is dus eigenlijk de Movembermaand. Ik heb echt geen idee wat het is, maar ik weet dat je dan je baard moet laten staan. Ik zat te denken om eigenlijk eerst mijn snor te laten staan en mijn baard weg te halen, maar ik doe gewoon allebei laten staan. Dan zie ik er een stuk onverzorgder uit, maar tegelijkertijd ook weer een stuk volwassener ben ik. Anyways. Het is ook de bedoeling dat je geld stort op een goede doel, aan een goed doel. Dus dat moet ik dus ook doen. Ik moet alleen nog even bedenken voor wat eigenlijk. Dus dat ga ik nou doen. Maar nu daar aan vloggen ben, zie ik ook gelijk voor mij heen een rouwstoets rijden. En ja, daar rijden een rijstoet en hebben mensen een vlaggetje op het dak. Je kunt het niet echt zien. Maar die vlaggetjes houden dus in. Even opletten. Dat die mensen dus bij... Die mensen horen dus gewoon bij de rouwstoet. En dit zijn maar 2 auto's, dus dat vind ik eigenlijk echt weinig. Dus dat is of een hele kleine familie, of de helft weet nog niet dat iemand is overleden in de familie. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb respect voor die mensen die dat werk doen. En ja, ik wens de mensen heel veel sterkte. Eigenlijk best wel toevallig ook, hè. Ik heb het over dat mijn schoonvader is overleden 1 jaar geleden en over het crematorium. En wat zie ik vandaag? Een rouwstoet. Heel apart eigenlijk. Maar ja, het hoort eenmaal bij het leven. Iedereen gaat dood. Je wordt geboren om dood te gaan, zeg ik altijd. En je weet alleen niet wanneer. Dus en daarom, als je het eenmaal overlijdt, kun je het ook zo mooi mogelijk maken. Het is wel het laatste wat je voor iemand kunt doen. Dus ja. Als ik dood ga, dan staat alles al vast. Dat is dan ook wel weer mooi. Ik heb daar eigenlijk ook wel zin in. Maar, dat is flauwekul. Maar ik heb echt letterlijk alles vaststaan. Heel letterlijk. Ik heb een witte kist, witte rouwwagen. Ik heb een witte, 3 witte volgwagens. Ik heb duiven, dragers heb ik erbij. Alles is in het wit. Mijn hele begrafenis wordt in het wit. Oh ja, en ik word begraven en niet gecremeerd. En dat is ook gewoon het ding. Ik vind crematie, heb ik jullie trouwens net al gezegd. Ik vind crematie vind ik onpersoonlijk. Weet je, als mensen een bloemetje komen leggen, leggen ze het gelijk voor 200 andere mensen neer. Ja, sorry. Ik vind het hartstikke aardig waar je bloemetjes uitdeelt, maar dan wil ik wel gewoon voor mij bloemen. En liefst voor 200 mensen die ik niet ken. Dus, en ik, ja. Stel dat er ooit wat komt op de wereld, de techniek dat je weer tot leven kunt gewekt worden. Dat is toch prima? Kunnen ze me opgraven. En kunnen ze me weer reanimeren. Nee, mensen die dood zijn, die moet je gewoon lekker dood laten. En het klinkt hard. Maar ik bedoel, misschien is de dood wel heel mooi. Dus het zal gewoon zonde zijn als je dan weer wat terughaalt. Uiteindelijk. A few moments later. Nou, het wordt winter, dan hoef je niet te krabben. Ik heb een verwarming. Ontdooi je de ramen van zo. Anyways, zoals je ziet, we zijn in een kerstmarkt. Het is de landelijke intocht van Sinterklaas. En wat doen wij? Wij zoeken de kerstman op. Kerstman vind ik ook gewoon leuk. Ik heb zo niet zoveel bijzonders met de Sinterklaas. Ik heb eigenlijk een fobie voor, moet heel eerlijk zijn. En ik ben ook niet lief, ik ben ook niet lief geweest. En dat gaat alles goed. Dan is alles naar wens. Zo kun je het natuurlijk niet vasthouden. Dat ik loop van verder. Ik zie je straks. Ho, 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 ho. Ik zit in de kerstmanstoel.
Kom maar bij de kerstman op schoot. Kom maar lekker zitten. Eigenlijk neem ik nu de Sinterklaasrol op mee. Maar goed, het zit wel lekker toch. Nee, we hebben elk jaar hebben we een beetje het probleem van welke kleur ballen er in de boom komen. We hebben elk jaar wel nieuwe ballen gekocht. En dan zijn het weer blauwe, dan weer groene, dan weer rood. Oh, er valt bijna wat. En nu willen we dit jaar volgens mij gaan we voor iets roze. Deze kleur vinden we echt prachtig. Ze hebben alleen maar meisjesroze. Dus misschien wordt het nu gewoon rood. Nou, ik stel voor dat we toch voor rood moeten gaan op een of andere manier. Op zich is het een mooie kleur. Kijk, moeten we die er ook nog in? En dan kun je mij ook versieren. Kijk, een bloemetje op mijn wang. Dat is prachtig. Hoeveel rozen moet mee dan? Ja, ik weet niet, we hebben een witte boom, tel het maar, ja. Wow! Het komt opeens met bak uit de lucht, het hagelt ook nog. Wat gaat er aan? Het lijkt wel een herfst. Kijk, dan gaat de tas over straat. Zag je hem? Ja, ik zag hem op beeld, jullie ook. Anyways, ik vond de kerstmarkt dit jaar niet zo bijzonder in Oostenrijk. We hebben wat leuke dingen gehaald en dat was het ook eigenlijk. Voor de rest is mijn kerstmarkt niet zo leuk. Ik heb me niet eens kunnen verkleden als kerstman. Terwijl dat ik dat graag wou. Dat wil je kerst niet. Dat wil hem dus inderdaad. Maar ik wil heel pak. Gaan we zo de kerstboom opzetten eigenlijk? Ja. We gaan zo de kerstboom opzetten. Heel vroeg van het jaar in Nederland. Ja, we hadden maar hebben, normaal hebben we dat ook. Kennen jullie natuurlijk nog niet. Dit is onze nieuwe aanwinst. Kous. Het is een heel verhaal achter kous. Ik heb hem namelijk gevonden in Duitsland. Ik was daar aan het lossen. En toen was ik in de keuken en in één keer zag ik hem zitten. Ik schrok, want ik dacht echt dat het een rat was. Want zoals je kan zien is hij hartstikke klein. En dan was hij toen dus nog meer. Toen kon ik het niet laten om hem in de kou achter te laten. Want hij was niet van mensen. Ik ben aan de deur geweest. Die zeiden allemaal dat hij niet van hun was. Die kat was dus niet van die mensen, zei ik dus. Toen kon ik kiezen om hem weer in het gras te zetten, wat ik dus ook deed. En 30 minuten daarna kwam ik terug en zat hij gewoon nog steeds. Hij zat gewoon nog steeds in het gras, helemaal verkleumd en trillend en bang omdat hij op zou worden gegeten door roofvogels en zo. Dus toen heb ik besloten om hem gewoon in de vrachtwagen mee te nemen. En 4,5 uur later kwam hij thuis en toen werd hij wakker. Hij lag 4,5 uur te slapen, bedoel ik, in de vrachtwagen. En nu is dit hem. Dit is het. Kous. En hij slaapt alweer. Hij is niks veranderd. Hij blijft gewoon slapen. Leeft hij überhaupt weer? Hallo? Hallo, leeft hij al? Ah, hij leeft wel. Ons gaat schrokje. Anyways, ik ben alweer thuis en ik ben aan het ontspannen en vooral aan het genieten hoe Nathalie. Er staat iemand voor de raam. We gaan even kijken wie hier naar binnen komt. Hans, wat naast me zit. Die scheert zich net zoals mij ook niet. Nee. Kijk, hij is ook bijna aan het zwerpen, net als mij. Lekker warm. Dus het is, precies, het is gewoon lekker warm. Hey, en het is gewoon het goede doel. Ja, vraag me wel af of andere mensen het ook doen. 2 hours later. Yes, hier is het eindste resultaat hier. Kijk eens hoe prachtig, de kerstboom staat. Dat is echt beeldig. Al ben ik nog steeds van mening dat ik knalroze boom mooi had. We hebben hier kerstlampjes. Kaarsjes zijn aan, super gezellig, maar die staan vaak aan. Meer niet dan vaak. We hebben voor bij het raam ook al kerstlampjes en die gaan helemaal rond. En een kerstboom staat daar in het klein, moet nog nieuwe batterijen. En we hebben nog een vlaggenmast. En die komt buiten met lampjes eraan, superleuk. Wou ik net al ophangen, maar toen kwam ik erachter dat de vlaggenmast kapot is. Dus ja, dat is een beetje shit, zeg maar. Hopelijk vinden jullie het leuk. En ja, mensen zullen ongetwijfeld een mening krijgen, want Sinterklaas is natuurlijk net in het land. En ja, dan hebben wij al de kerstspullen in huis. Wat ik jullie ook nog wil laten zien is echt deze nieuwe wc. Jullie kennen het als een bouwval en het is nog steeds deels bouwval. Bouwval. Daarachter is nog bouwval. Kun je lekker niet zien. Nah. Maar de wc is bijna klaar en ik heb goede hulp gehad. Maar eigenlijk tegen heb ik de opgeplakt beetje zelf gedaan. Het is niet perfect. Maar ik ben er zich tevreden mee. Kijk maar. We hebben hier een of ander gat, daar kunnen we spullen op zetten. We hebben een mooie nieuwe toiletpot, nieuwe tegels aan beide kanten. We hoeven de lamp ook niet uit te maken. We hoeven de lampen niet uit te zetten, want dan gaan we allemaal vanzelf. Hij gaat vanzelf uit en gaat vanzelf aan. We moeten alleen het voegen en dan is eigenlijk zo wordt het klaar. Kozijnen afwerken en een beetje opvrolijken. Leuke dingetjes erin, foto's van mij bijvoorbeeld. Oh, ik zei leuke dingen. Maar ja, nu moet de rest nog de keuken, moet nog een nieuwe keuken in, moet nieuwe vloer in. Weet je, als je een huis hebt, dan is het nooit klaar.
Het is tijd voor mijn overweldigende boterkoek. En met wie maak je dan de boterkoek? Met iemand die dat perfect kan. Beter dan mij, laat ik het zo zeggen. Er is ook niet veel voor nodig, maar... Diegene die staat hier naast mij, ja, dat is Kimberly, Kimberly. En die zie je volgend jaar ook in de vlog, dus je kunt beter nu al eens kennis maken, want het is echt een kreng. Nee, is grapje. Het is een grapje, want ze melden hem met de boterkoek. Dus het is niet verschat. Ze doet dan gewoon even. Ja, dan op je gelul. Ja. Kan beter over je gelul worden dan over je lul gefietst worden. Oh, zeg ik dat op? Als eerste gaan we de boter afwegen. Tenminste, dan ga ik Kimberly gewoon doen, want ik moest dat doen. 175 gram. 175. Ja. De telefoon, ik dacht echt dat de camera alleen was. Oké, okay, nu moet je snijden. Dan snijden we. 150. Doe op de gok. Wat is ongeveer 175 gram, denk je? Kijk of het in één keer goed heeft. Wat denk je? Ik weet niet hoeveel dit ding weegt. Echt, je krijgt 100 euro als je het goed hebt in één keer. Oh, wat wordt het? Oh. Ik had er zo'n 500 euro op kunnen wedden, maar het scheelt er niet veel. Oh ja, het moet 175, hè? Dat is nu 129. Sowieso. Hij is 170, je moet een beetje ertussenin zitten, zeg maar altijd. Zo! Deze is ingevet door mij. Zie dat ik wel iets ken. Kimberly die heeft eigen klop. Ken. Ik ken gewoon iets. Oh, en kijk naar mijn baard, hé. Ik weet zeker dat Kimberly ook denkt van, oh, wat zwerf ik. Heeft een baard, en dat is ook zo, maar... Je weet nog niet dat ik 100 euro heb gedoneerd aan het goede doel. Want het is november, maat. Oh ja, moet ik eind deze maand doen, heb ik beloofd. Dus dat ga ik ook echt doen. Ik weet alleen niet hoe, maar ik probeer het gewoon. We zien wel. In ieder geval dat ik mijn paard laat staan, is al heel wat van een goed doel, vind ik. Kimberly staat gewoon te knieën. Toch mooi? Ja. Ben je er weer? Ja. Nou, hoe vind je dit? Ga jij mij ook naar Spanje? Nee. Echt? Kom je dan in de vlog? Bij mij. Leuk zeg. Ik hoor een piep. Wat dat betekent. Waar is het belletje? Belletje. Ik heb mijn bril niet op. Dat klopt. Ja gelijk. Kim. Hoe voelt het? Dit is zo lekker, Kim. Wat doe jij? Dit knoortje. Kun je gewoon eten. Heb je dat nooit op? Nee. Proeven. Dat is echt lekker. Hoe vind je dit? Aan de gezichten zien vindt ze het super lekker. Toch? Lekker? Nee? Ah, fijn. Dat je toch hebt geprobeerd. Goed zo. Zo, de roomboterkoek was echt super lekker. Vorig jaar had ik ook een roomboterkoek gemaakt, maar die was minder lekker. Dus deze was gewoon fantastisch. Heerlijk. Shoutout naar Kimberly, die heeft hem echt super goed gemaakt. Bij deze ga ik vanaf mijn mooie toilet, wat nog niet af is. Jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk was die leuk. En vond je hem leuk? Doe dan even een duimpje voor mij omhoog. Hopelijk kijken jullie de nieuwe vlog volgende week ook weer. En vergeet je beneden ergens niet te abonneren op mijn kanaal. En dan check ik jullie de volgende keer wel weer. Tjus!